De gemeente Leiden kijkt sinds een jaar veel strenger naar het verbouwen van woonhuizen tot studentenhuizen. Dat komt door aanhoudende klachten van omwonenden over studenten die overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld in deze flat. Wij hebben in deze flat heel veel studenten, meer dan 50 hebben we daar. En dat is veel te veel. Ons appartement is één van de oudste appartementen in Leiden. En dat leent zich absoluut niet voor verkamering. Dit was een studentenhuis, maar inmiddels niet meer, omdat er illegaal kamers in gemaakt waren. Rechtenstudent Max Hommers woont er tot augustus, maar moet dan samen met zijn huisgenoten het huis uit. Dat betekent dat we nu thuis wonen weer. Voor mij is dat 2,5 uur reizen. Het is Lochem, dus dat is bijna niet te doen. Dus het is afwachten hoe dat met de studie gaat verlopen. Dat is één dingetje. Ik heb mijn werk op moeten zeggen. Dat is een andere consequentie. En wie weet wat er nog meer voor consequenties aan zitten. Ja, dat zal de tijd leren natuurlijk. En dus maken veel studenten zich zorgen of ze nog wel in hun huis kunnen blijven wonen. D66 vindt daarom dat de noodmaatregelen waarmee de partij een jaar geleden zelf mee instemde, aangepast moeten worden. En dan blijkt 400 tot 600 studenten komen op straat te staan. En dat vinden we onverantwoord. Dat kan gewoon echt niet. Het probleem is ook vooral dat het beleid heel onduidelijk is nu. En dat het onduidelijk is waar de gemeente nou naartoe wil. Dus er leeft heel veel angst om studenten wie zal de volgende zijn. En die studenten vinden niet zo makkelijk een nieuwe kamer. De verhuurder dwingen om vervangende woonruimte te regelen werkt ook niet door de krapte op de woningmarkt. En dus moet er iets anders bedacht worden. Voor ons is het belangrijkste geen student op straat. We moeten ervoor zorgen dat de studenten geen overlast krijgen van de nieuwe maatregelen. Maar u erkent wel dat er ook een probleem is voor de buurt hier? Oh, absoluut. En er moeten ook verkamelingsregels komen. Maar die regels moeten de verhuurders treffen en niet de studenten zelf. Donderdag praat de gemeenteraad over de problemen die nu voor de studenten ontstaan.